Wat vond ik in mijn tas die ik in mijn mandje altijd heb staan? Dat ik bij mijn moeder kwam vanmiddag. Ik vond nog iets van de avond vandaag. En ik denk, ik weet niet zeker, dat het van Mario afkomstig is. Dus ik maak er een foto van. En heb ik deze toevallig ook. Cookies van jou gekregen. Kandalfie die legt nog steeds met de kap op zijn kopje om. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland, hè. Kan niet anders. Als je mij ziet, weet je er al genoeg. Het is vandaag woensdag, de 5e van de 6e, 2024, en we leven om 13:40. En ik krijg vanmiddag om 15:30, het is laat, ik weet het. Krijg ik bezoek van mijn lieftallige begeleider Erwin. Ja, jullie zijn er gewend op dinsdag. Ja, ik ook. Maar het kon nou even niet anders vanaf zijn kant. Omdat hij nog iemand meeneemt. En dat is een vrouwpersoon. En dat die krijg ik in plaats van Karin met een K. Dat is Saskia. Ik ken haar nog niet. Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Dat is voor mij ook een verrassing. Maar ja, jullie krijgen het toch niet te weten. Want Erwin mag er ook niet op. Jullie weten enkel een naam en een paar voeten. Meer weten jullie niet. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Als er Karin had gelegen, dan had die nog veel eerder gekomen op de dag. Dus morgens vroeg. Nou, hallo, mag ik wakker worden? Mag ik de meisjes nog uitlaten? Weet je... Nou, dat kon dan met haar gewoon niet, nee. Want zij moet 's middags nog rusten. Ja, ik doe het andersom. Ik rust 's morgens. Ik slaap gewoon lekker lang uit en ik kom 's middags in beweging. Ja, omdat ik ook meestal 's nachts nog zit te werken. Maar 's nachts is het rustig. De meiden die zijn rustig. Dus ja, gewoon lekker. Ik geniet daarvan. En overdag, ja, kun je meestal nog even naar buiten toe, 's middags, weet je. Dus dat kan ik dan ook doen. Maar ja, momenteel kan dat ook weer even niet, omdat ik ook voor Karin aan het werk ben. En ook dat meisje moet geholpen worden, zo simpel. En haar, als haar broer het niet kan, om wat voor redenen dan ook, ja, dan neem ik dat graag waar voor haar. En ja... Dat doen we gewoon. Dat heb je gewoon voor je dochter, voor je kind in het algemeen over. Maar ja, er zijn mensen die er anders over denken, denk ik. Ja, er zijn zoveel andere mensen die heel anders denken dan dat ik denk. Ik heb het gewoon over voor mijn kinderen in het algemeen. Maar ja, als je dan ook nog kinderen hebt die jou niet meer zien als moeder, ja... Daar kan ik niks aan doen. He, die hebben de pest aan je, die hebben een hekel aan je. Ja, om hetgeen wat er vroeger is gebeurd, maar ze zien ook niet zelf dat ze fout bezig zijn. Oké, ieder mens maakt fouten. Ik net zo goed. Maar hun praten zelf schoon en wijzen de vinger allemaal naar mij toe. Nee, jij net zo goed. Denk maar eens terug, maar dat kunnen ze gewoon niet. Komt weer een kaartje. Zo.
Maar in ieder geval, ja, ze zijn gemanipuleerd, gehersenspoeld, beïnvloed, noem het maar op. Geef het maar een naam. Er is er een die houdt vol van nee, dat is niet waar. Nou, en ik zeg van wel waar. Want anders had hij het, was het toen al niet gebeurd dat diegene mij bij mijn voornaam wou noemen. Pardon, ik ben je moeder, ik heb niet met je op school zitten te knikkeren, hè? Dus wegwezen. Ik ben gewoon je moeder, dus je kan ma of moeder of mama zeggen, of ma, weet ik veel wat, maar niet bij mijn voornaam. Wie denk je dat je bent, snotneus? En nou is diegene wel veel ouder, die is, hij is van, die is van 1980, hè, ik kom er gewoon niet uit. Hè? Maar in ieder geval, van 1980 is diegene, en diegene weet gelijk dan als hij dit hoort waar, over wie ik het heb. Ja, kan niet missen. Maar ja, of hij mij nog volgt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, trouwens, ik heb ook lak aan. Hij had lak aan mij, want meneer die had verder geen belang bij mij. Hij vroeg alleen nog of ik iets wou hebben. Nou, dan moest Karin maar even de gegevens doorgeven. En toen heb ik dat gekregen, voor de rest had hij totaal geen belang bij mij. Nou ja, dan niet. Heb ik het ook niet bij hem. Nee, ik heb hem nou helemaal ook losgelaten. Hek trouwens al jaren hoor. Maar hij moet niet mij gaan vertellen wat ik verwijderen moet van mijn kanaal. Want ik heb het nog steeds hoor. Ja, ik kan het zo weer terugzetten. Ja. Dus het staat enkel nou verborgen voor iedereen. Maar iedereen heeft het toch al gezien. Dus scheid aan dronkenaartje. Scheid aan de overheid. Ja. Dus, maar in ieder geval, ik ga eventjes heerlijk lekker met mijn meisjes lopen. Hè, dametjes, tot goede leven. Leggen ze lang uit. Ja, heerlijk toch? Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles, want het zonnetje schijnt, het is bewolkt. Ik zie blauwe lucht, maar de zon die schijnt ook. Het is beter weer dan dat grijze grauwe van gisteren. Ja. En hoe lang we dit hebben, ik weet het niet. Ik weet enkel wel dat het kouder is, want het is 13, 14 graden. Dus ja. Ik denk, voordat ik mijn vestje vergeet boven, want hij hangt boven, ik denk, ik doe hem gelijk aan. Want ik moet toch zo meteen naar buiten gaan. Ja, en er lopen meerdere in winterjassen. Ken je dat? In de maand juni met je winterjas aanlopen. Bij Karin is het lekker warm hoor, 24, 25 graden geloof ik dat het daar is. En die liggen nou te dobberen in het water. Ja, lekker hoor. Heerlijk, ik gun het ze van harte, die twee. Echt wel, dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vriend, ik ben weer thuis. Ik heb ook even alweer boodschappen gedaan. Dus Erwin en Saskia, die zijn geweest. Saskia, die komt andere week weer. Erwin, die gaat op vakantie, dus helemaal, ja. Zo leuk, vrouwtje, ja. Maar ja, jullie krijgen het toch niet te zien. Dus ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is nou helemaal zo. Ik heb boodschappen gedaan. Ja, een heleboel brood weer. En dan gaat de vriezer in. Ik zal het even daar neer. Waarom zitten ze de kopjes op zeg neer? Zo. En er zit er eentje hier bij me. En die zat me helemaal af te ruiken alsof er 20, 30 andere honden roken. Nou nee hoor. Echt niet. Ik heb niet andere hondjes geuit. Niet andere hondjes geziet. Nee. Maar ja, misschien dat Kim. Ja, Kim heeft bij me gestaan. En misschien dat die hondje heb ik er niet te weten. Of iemand anders die bij mij in de buurt heeft gestaan. Weet ik ook niet. Ja, nog twee. Ja, en ik heb eventjes nog zo'n vijze broodjes gehaald. Lekker hamkaas. Die heb ik gehaald. Die gaat gelijk naar de koelkast in. En die moet er niet zacht.
Wat vond ik in mijn tas die ik in mijn mandje altijd heb staan? Dat ik bij mijn moeder kwam vanmiddag. Ik vond nog iets van de avond daar. En ik denk, ik weet niet zeker, dat het van Mario afkomstig is. Dus ik maak er een foto van. En heb ik deze toevallig ook. Cookies van jou gekregen. Misschien heeft het er ook vrolijk erin gedaan. Ik ben blij dat ik er ook nog niet van heb gegeten, want het kan. Je weet het maar nooit. Elso pas voor mijn verjaardag. 23 juni. Ja. Voor de meisjes. Alsof we het al niet genoeg hebben. Maar ja, het is een kleinigheidje tussendoor. Ik heb nog 2 extra pakken koekjes meegenomen voor ze. Ja, dat dus. Hoppata. Natuurlijk de snacks voor mij. En ik doe mijn verjaardag ook niet te gek. Andere week nog eventjes nog zo'n zakje kaas ophalen en 2 worsten en dan kijk eens maar mee qua snackerij. Ik heb potjes met groenten meegenomen, want ik heb ook nog verse groenten. Ja, wat heet vers? Het is ooit vers geweest in de vriezer, dus ja, heb ik ook nog genoeg. Maar dit gaat ook om makkelijk, ja, en er staan geen kikkertjes of wat dan ook op. Ik kan het amper zien allemaal. Verpakking. Ja, een pot. Verpakking staat erop. Nou, toppie. Ja, er staan geen kikkertjes of wat dan ook erop. Dus. Ja, witte bonen op tomatensaus. Doppetjes met worteltjes. Spinazie. Vroeger had ik nooit geen pot en ik heb 1 keer een potje toen geprobeerd. En dat smaakt best wel goed als je het me zo klaarmaakt, zoals je dat zelf ook doet. Zoals met verse spinazie. Of diepvriesblokjes. Gewone worteltjes. Ginger ale, ook voor mijn verjaardag. Ik drink het amper zelf. Ik drink meer water dan dit. Weet ik niet wat ik heb, maar het is nou eenmaal zo. Kan jij daar nog bij? Mooi. Die moet eerst op, dan die. Dan heb ik natuurlijk 2 dranken. 2 wijn. 2 soorten. Nog steeds glühwein, wordt nog steeds verkocht. En een doos. Dus ja, wel lekker. Ja, echt waar. Jij kunt daar staan. En waar ik dat op moet ruimen, ik weet het nog niet. Maar ik denk dat het maar naar boven moet. Of de kast in, maar ja. Nou ja, ik zal jullie nou even pakken. Dan kan jullie even kijken wat er nou nog in zit. Arme vlieswaren en kaas. Ja. Dus dat gaan we zometeen in de la doen. De boel opruimen. En dan koffie zetten. Dan ga ik hard aan het werk met de vloggenkaart. En het staat er al in, maar ik heb er net gevraagd of ik ook mag knippen. Want er zit ook een heleboel vloerwerk erin. Nou, en vloer hoeven we niet allemaal te zien. Vooral niet in een bedrijf of wat dan ook. En wat heb je eraan aan een vloer? Ja, niet leuk. Dus ik heb het er wel gevraagd en nog steeds geen antwoord. Nee, en anders knip ik gewoon en ja. Maar het leuk is om te zien hoe dat door een glazen wand heen doet. Kijk, erop zetten. Maar voor de rest echt vloerenwerk en benenwerk, dat hoeven we er niet tussen, dacht ik zo. Nee. Maar ja, het komt allemaal wel goed, hopelijk. En dan ga ik nou hier even de boel opruimen. En ik ga dit in ieder geval zo vast eten, want ik heb zin in wat. En vanavond later eet ik wel wat warm. Ik weet al, het is al eigenlijk etenstijd, maar ik heb geen zin in warm. Dus
vandaar even twee broodjes. En ik moet opschieten, want ik moet ook nog een vlog van mezelf in elkaar zetten. Dus ja, druk genoeg zou ik zo zeggen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles, maar geniet een beetje mee. Tot later! Ja, zoals jullie zien liggen ze alle drie weer lekker bij elkaar. Met één verschil, dat Gandalf zijn kappie weer om heb van, ik geloof alweer 2 jaar terug. Ja, wie wat bewaart, die heeft wat. Dan hoef je niet een nieuwe te kopen. Gewoon met zijn halsbandje vastgemaakt. En waarom? Nou, meneer die was zijn eigen in die stoel aan het wassen. En toen zag ik iets bij hem. En dat was onder zijn oksel van zijn ene voorpootje. Uit mijn hoofd weet ik zo even 1, 2, 3 niet meer welke. Ik geloof. Ja, godje dikje. Hoe lag hij? Zijn rechterzij. Ik denk zijn linker voorpootje. In zijn oksel was het helemaal vurig en rood van het wassen. En er zat ook geen ene enkel haar meer. Dus ja. Hij heeft hem met uienzalf maar ingesmeerd. En de kap maar even op. Ja. Dan vannacht hem maar weer af. En dan zullen we morgen weer even zien of het rustig gebleven is met likken. Ja, en ik snap er 2 keer niks van. Want hij komt ook 1, 2, 3 niet meer buiten. Dus ja, waarom die daar zeigen zo vurig likt? Joost mag het weten dat hij zeigen schoonhoudt, prima. Maar niet dat de haren weg zijn. Dat is niet prima, nee. En ik ben nog steeds bezig met de vlog van Karin. Dus ja, ik heb nog heel veel te doen. Ik moet ook nog met de meisjes uit. Maar het spoelde er net. En de zon die schijnt. Maar het spoelde met hele fijne regen. En zo te zien is het nou even droog, maar er kwam nog meer aan. Ja, dus dat wachten we allemaal nog wel even af. En ik hoop dat ik in die tussentijd even Karin de vlog af kan krijgen. Maar ja, veel knipwerk. Had ik al gezegd. Ik heb Karin ook al aan de telefoon gehad. En als er weer wat is, dat ik nog weer vragen heb, dan kan ik haar bellen. Ja. Dus we gaan verder, zou ik zo zeggen. Hè, meisjes en heer. Dames en heer. Oh, ik heb wel met hem te doen hoor. Ja, maar het moet eventjes. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben eindelijk, maar ook eindelijk klaar met de vlog van Karin. Oké, ik heb pauze gehouden. Ik heb gegeten tussendoor, tenminste. Nee, ik heb enkel die croissantjes maar opgegeten. Meer niet. En koffie en ja, een koekje erbij. En dat moet kunnen. Maar eindelijk is hij klaar. Hij is bezig te uploaden. Staat op 73%. Karin die heeft eventjes gekeken van wat, hoe, ja, een klein stukje maar hoor. En ze vertrouwde het mij gewoon verder toe. Dus ja, ik heb mijn werk gedaan en ik hoop dat het inderdaad goed is. Ik ga nou lekker met de meisjes lopen. Als ik terugkom, dan zal ik Karin even bellen of appen. Van, hij staat op YouTube, want hij is nou nog bezig. Dus ze kan nou nog niks zien. Dus komt wel goed. Ik ga de meisjes uitlaten. Gandalf die legt nog steeds met de kap op zijn kopje om. Ik kan jullie dat zien. Ja, daar dus. Hoop ik. Dus ja, ik ga even met meisjes lopen. Dan hoef ik dat vannacht niet meer te doen. En kijk straks nog mijn eigen vlog doen. Ja, dat dus. Ik wou al beginnen, maar ik denk, toen moest ik het een en ander wegklikken. Maar dat had ik ook nog nodig. Ik denk, nou, dan heb ik dat maar weer weggeklikt. En ik denk, dat komt straks wel. Ik ga nou even dus de meisjes uitlaten. En nee, schat, dat kan niet. Ik moet de meisjes uitlaten. Nee, dat gaat het hem niet worden. Ja, dat gaat het hem niet worden, schatje. Hé, hey, kijk. Even zien. Hou je nageltjes zien. Ja, je doet me zeer.
Kijk, onder dat okseltje was het helemaal knalrood van het likken. Ja, linker voorpoot. Hé? Ja, kind. Hé? Och, gosje toch. Ze zijn zo lief, hè. Ja, gosje. Maar in ieder geval, ja, ik ga hem eventjes in de hal doen, want ik wil hem ook niet dat hij hier ertussenuit piept. Hé? Nee, vooral nou wel helemaal niet met die kap om. Hé? Nee. Mag nou helemaal niet naar buiten. Hé? Potterdikkie. Ja. Kereltje, hè? Och, godje toch. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en tot later. Ja, lieve vrienden, ik schrik mijn eigen een hoedje van de tijd. Ja, het is al heel erg laat. 3:41. Ik was al wel moe, maar ik was toch bezig mijn hoofd een beetje leeg te maken, omdat ik aan het werk was geweest vandaag. Ben ik dat wel vaker, maar het was nou een zware vlog voor mij, die ik voor Karin in elkaar moest zetten. Dat er zoveel geknipt moest worden, nou ja, dat ben ik niet gewend, weet je. Ik doe dat voor mezelf niet, want ik, ja. Ik vlog wel eens de grond, maar dan is het dat ik het jullie laat zien over die gaten of wat dan ook, weet je. Maar wat moet met de grond? Niks. Laat ik de camera uit of zo. Hé, kind. Hoi. Lampenkapjes. Zullen we hem weer afdoen voor de nacht? Hé. Ja, daar stoot je ook nergens tegenaan, hè. Voilà. Ja. Zo, laten we de drinkje erbij. Hé? Och, goeie kereltje. Zo lief, hè. Zo lief kereltje. Zo ons lieve kereltje. Ja, dus wij wensen jullie allemaal een welterusten en lekker slapen en mooie, mooie dromen. En wie weet, zullen ze ooit eens uit gaan komen voor ons allemaal. Ja, een wereld vol liefde, saamhorigheid. Gewoon genieten met elkaar en van elkaar. Ja, wat moet ik ervoor zeggen? Ja, je kunt beter eigenlijk niet te gaan stemmen. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik zit nog steeds te twijfelen van wat moet ik. Maar aan de ene kant denk ik van ja, helpt het me wel om te gaan stemmen? Ga ik te stemmen? Ik weet, net zoals de vorige keer, wist ik dat het F. Hoe heet het ze nou? Oh ja, ik weet het even niet meer. Met de F. Van Thierry Baudet. Die hadden gewonnen in een stad Wildersboven. Hoe dan? Hoe dan? Ik begrijp dat nu hele dag nog niet. Ze spelen dus vals. En dat doen ze al eeuwen. Daarom, wat helpt het ons om te gaan stemmen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Daarom zit ik te denken, heel hard op te denken, dat ik het dit keer niet doe. Ik heb altijd nog erheen geweest, maar ik denk dat ik het nou niet doe. Maar ja, we slapen er nog even over. Laat nou maar, schat. Ja, gewoon laten. Hoppatee, ja, moet je dat niet doen. Hij begon met zijn riempje te spelen, ja. Dat gaat het er niet worden. Zo. Voilà. Maar in ieder geval, ja. We slapen er nog een nachtje over en dan zien we wel weer. En ja, er is maar één heerser over de hele wereld en dat is onze God, onze Vader die in de hemel is. En daarbij, ja, ik zit momenteel ook meer met mijn hoofd weer bij mijn mannetje, want 7 juni had hij jarig kunnen zijn. Ja, dan had hij 60 geworden. Ja, nou dat is, ja, het is nou eigenlijk al de 60, maar laat maar zeggen dat we nog moeten slapen, dus overmorgen, dan had hij erg kunnen zijn. Ja,
En had hij 60 kunnen worden. Maar hij is nou al 7 jaar al weg, hè, mensen. Oh, het is zo erg. Ja, meer dan 7 nu, want het was in mei 7,5 jaar. Het is nou zo, geloof ik toch, of ben ik zo, ik kan niet meer rekenen. Laat ook maar, jullie begrijpen me wel. Ik ga lekker een beetje toe, dus nogmaals, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het allemaal, stuk voor stuk. God die houdt over ons de wacht en daarom zeggen wij graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.